Bewoners Ewijk niet blij met nieuwe voorzieningen. We sturen massaal onze Sinterklaas cadeautjes terug en de kerstboom wordt weer opgetuigd. Maar doe je dat wel veilig? Op sportpark De Ooigraaf in de gemeente Beuningen worden er in de toekomst een zwembad, een basketbalveld, een fitparcours en een pumptrackbaan gebouwd. Voorzieningen waar je als bewoner normaal gesproken blij mee bent, maar dat is anders als je daar een huis hebt gekocht en dacht vrij uitzicht te hebben. Zo'n 2 jaar geleden kochten Paul Cox en Marcel van der Weijden een nieuwbouwhuis in Ewijk. Met vrij uitzicht, dachten ze. Totdat ze een paar maanden later in de krant lazen dat er een zwembad voor de deur zou komen. We hebben het huis 1,5 jaar terug gekocht hier. En in een mooie landelijke omgeving. Mooi aansluitend op het landelijk gebied. En wij hoorden, denk ik 1,5 jaar later, kregen we te horen dat er een zwembad zou komen via de media. En dat hebben we ook teruggelegd bij de verkoper. Die zei van, ik wist het ook niet. Dus dat was voor ons echt een totale verrassing. Toen hebben we de gemeente ook benaderd en gevraagd van wat speelt er, wat is er, waarom wordt er niet geïnformeerd. Je zult toch enige vorm van transparantie moeten geven. En ja, na dat bericht pas, toen kwam, werden we benaderd van jongens, er is een raadsvergadering, zijn jullie bij uitgenodigd. We hebben een uitleg gehad en daar werd ook nog eens keer duidelijk vermeld van jongens, jullie worden betrokken bij de plannen. Maar ja, we worden eigenlijk niet betrokken, we worden alleen geïnformeerd. Nou heeft een van de bewoners contact met ons opgenomen omdat hij eigenlijk vindt dat er aan de voorkant dat voor hem er te weinig participatie is. Wil je daar commentaar op geven? Nou, ik deel die mening niet. Ik vind dat wij op het eerste moment dat we de mogelijkheid hebben kunnen om hun te informeren en de wensen en bedenkingen op te halen, gepakt hebben. Dat is namelijk diezelfde avond dat het stuk naar de pers en naar de raad is gegaan. Dus hoeveel eerder in het proces kun je betrokken worden? Los van meedenken over de inrichting van het sportterrein, maken de nieuwe bewoners zich zorgen over de mogelijke hangjongeren die het terrein zouden kunnen aantrekken. Ja, ik maak me in zoverre zorgen over jongeren. Ik vind het natuurlijk is heel goed dat jongeren allemaal voorzieningen krijgen binnen een bepaald gebied. Hè. Maar het gaat met name om de concentratie van activiteiten, heel veel op een klein plekje. Waar ik me zorgen over maak is dat wij een woning hebben gekocht in een rustige omgeving. En ja, dat het verloren gaat. En waardoor verloren dan? Het doel volgens mij voor de mogelijke pumptrack en et cetera, ja, dat is toch voor jongeren. 50-plussers zullen daar niet vertoeven, ben ik bang voor. Ben je bekend met die zorgen? Die zorgen hebben zij ons ook kenbaar gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst. En daarbij hebben we ook afgesproken dat we integraal kijken naar een stukje veiligheid op het terrein, maar ook naar het terrein toe, zoals verkeer. Dus daar houden we rekening mee. Ik zie als oplossing voor de zorgen die we hebben, dus dat we gewoon vanuit het college of vanuit de raad een uitnodiging krijgen om deel te gaan nemen, zeg maar eventueel in een projectgroep. Waarbij je gewoon ook onze belangen gewoon heel helder kunnen neerleggen en kunnen aangeven van hoe krijgen we nou gewoon de aansluiting bij dit gebied. Dus dat het zo optimaal mogelijk wordt en dat hinder naar de omgeving zoveel mogelijk voorkomen wordt. Ja, we hebben de afspraak gemaakt dat als we straks de invullingen meer duidelijkheid hebben over waar het zwembad terechtkomt, dat we in ieder geval met hun samen gaan praten over de invulling van het groen. Want een van de dingen die ze zelf aangaven was geluidcumulatie voor alle voorzieningen. En we gaan daarbij ook kijken samen met hun hoe we daar, naast dat we daar onderzoek naar moeten doen, een goede invulling aan kunnen geven. Ja, inmiddels hebben we pakjesavond weer achter de rug en is Sinterklaas weer terug naar Spanje. En ook dit jaar heeft Sinterklaas weer voor een vermogen aan cadeautjes gekocht, waar hopelijk alle kinderen blij mee zijn gemaakt. Toch valt het op dat juist deze tijd van het jaar vaker dan normaal pakketjes worden teruggestuurd die online zijn besteld. Dit seizoen is wat je kunt voorstellen, is heel druk aan de verkoopkant. We hebben net Black Friday gehad, we hebben Cyber Monday gehad, we hebben Sinterklaas gehad en de kerst komt er nog aan. Dus dan zul je ook de retour omhoog zien schieten. Er is tegenwoordig niks meer wat je niet online kunt kopen. Van koelkasten, autobanden tot badkuipen. Ja, je komt de gekste dingen tegen, maar bij sommige dingen vraag ik me echt af, ja, wat gebeurt daar? Je hebt enorm grote televisies. Dan denk ik, ja, daar ga je toch goed over nadenken voordat je zo'n bestelling plaatst. Je moet daar een dag vrijmaken waarschijnlijk om dat ding geleverd te krijgen. En dan eigenlijk zonder amper de doos, dat ding uit de doos gehaald te hebben, besluit je om hem weer terug te sturen.
Zodra een doos geopend is, kunnen winkels het product dan niet meer als nieuw verkopen. John ziet daarin een kans om deze producten te redden en tegelijkertijd iets bij te kunnen dragen aan het milieu. 15% van de bestelde online producten komt terug. En daar moeten we gewoon zorg voor dragen dat dat niet op de afvalberg terechtkomt. En dat doen wij dus door een product met een krasje, met een deukje, weer een tweede kans te geven. En we hebben het hier over producten die dus tussen de 2 en 6 weken oud zijn. Doodzonde om die te laten recyclen met alle energie die daarin is gestoken om het te maken. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. De kerstboom mag weer worden opgetuigd, maar doen we dit wel veilig? De veiligheidsregio geeft tips. Vandaag maakte de gemeente Arnhem bekend dat er maximaal 400 NEC-supporters welkom zijn in het Gelredome tijdens de derby tegen Vitesse op 15 januari. Afgelopen jaar waren er geen uitsupporters welkom van NEC na de rellen van oktober vorig jaar in de Goffert. Het aantal is een stuk minder dan voorgaande jaren, waar nog zo'n 800 supporters afreisden richting Arnhem. Onder een peiling van RN7 bleek dat supporters toch blij zijn dat er een aantal van hen mogen komen. Beter iets dan niets. Ja, Sinterklaas is dus weer echt het land uit, dus is het ook weer echt sociaal geaccepteerd om de kerstboom op te zetten. Misschien sta je hierbij niet altijd stil bij de meest veilige manier om dit te doen. Maar bij de veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten ze dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Tja, dit wil je dus absoluut voorkomen tijdens de feestdagen. Gelukkig kan Anne Paulien van het team Brandveilig Leven alles vertellen rondom veiligheid tijdens kerstmis. Ja, kerstmis en veiligheid zijn dingen die misschien niet iedereen gelijk met elkaar in één adem noemt, maar die wel heel belangrijk zijn samen. Ja. Bijvoorbeeld bij het opzetten van de kerstboom. Nou weet ik, vroeger had je, wat ik gehoord heb, heel vaak kerstbomen met echte kaarsjes erin. Mensen hadden er water ernaast, die wisten al dat het eigenlijk wel best kon gaan. Dat is tegenwoordig niet meer, maar zijn deze lampjes wel veilig? Ja, we hebben tegenwoordig natuurlijk de lichtsnoeren. Ja. In het algemeen zijn die natuurlijk wel veilig, maar wat we aanraden is, als je ze weer uit de verpakking haalt, kijk eens even of ze helemaal nog compleet zijn, of ze goed zijn, dat er geen kabelbreuken zitten, dat er geen beschadigingen zijn. Dat is dan de verlichting. Zijn er verder nog onderdelen van een kerstboom waar je rekening mee moet houden op het gebied van veiligheid? Ja, want jij begon over de verlichting, maar we beginnen natuurlijk voor de kerstboom zelf. Dat is ook wel belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja, want dit is een kunstboom. Is dat dan gevaarlijker dan een echte boom of juist minder? Nou, een kunstboom is het veiligste eigenlijk als kerstboom aan te schaffen. Die zijn eigenlijk altijd al brandvertragend uitgevoerd. Maar wil je nu een echte kerstboom, dan zou je eraan kunnen denken om een kerstboom met een kluit te kopen. Want met de kluit blijft die langer vers en geef hem dan ook elke dag water, zodat de naalden niet uitdrogen. En daarmee zorg je dat die minder brandgevaarlijk is. Ja, en natuurlijk allemaal soorten versiering. Ik heb nog een mooie strik meegenomen. Ja, maar voordat we die erin gaan hangen, misschien is het even goed. Weet jij zeker dat dit van het juiste materiaal is gemaakt? Dat die niet makkelijk brandt? Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Nee, want vaak halen we de versiering natuurlijk weer uit de doos, staat het al jaren op zolder. Ja. En weet je eigenlijk niet meer of die brandvertragend is en of je zomaar erin kunt hangen zonder gevaar. Kun je dat zelf testen? Ja, daar is een brandproef voor. Die kunnen we wel even laten zien. Wil je nou zelf testen van, is mijn versiering nu eigenlijk wel brandveilig? Dat het niet te snel ontvlamt, dat het geen roetvorming geeft. Zou je het ook zelf kunnen testen? En hoe doe je dat? Nou, dat ga ik laten zien. Het is natuurlijk wel een stuk veiliger, want we nemen de veiligheid in acht, om een stukje van je kerstversiering af te knippen. Dus geen hele grote strikje? Geen hele grote stuk, want stel dat het meteen vlam pakt, dan sta je natuurlijk met een fakkel in je hand en dat is het laatste wat je wil. Je houdt het materiaal 5 seconden in de vlam en nu zie je al dat die vlam pakt en je ziet dat er druppelvorming is, je ziet dat er rook vanaf komt. Ja, dit wil je natuurlijk niet binnen hebben. Het gaat heel snel, hè? Het gaat behoorlijk snel. Ja. Ja. En wat is nou, stel dat dit wel geschikt materiaal zou zijn geweest, wat hadden we dan gezien? Dan had je gezien dat ik, ondanks dat ik hem in de vlam hou, dat hij niet gaat branden. Mm-hmm. Of dat hij na 15 seconden alweer dooft. Stel nou, ondanks alle maatregelen, het gaat toch mis. De kerstboom die valt vlam of de gourmet die valt van tafel af. Wanneer kun je nog zelf blussen en wanneer is het verstandig om het huis uit te gaan? Ja. Wij adviseren een brand tot grootte van een voetbal, dat zou je nog prima zelf kunnen blussen. Is die echt groot of durf je het niet aan? Ga dan naar buiten en bel daar 112 en dan komen onze collega's om het te blussen.
Ja, we hadden vandaag een mix van alles wat. Wolken, zon. In de middag trokken er ook nog wat buien over de regio heen. Wel was het minder koud, een graad of 7. En daarmee hebben we ook gelijk de warmste dag van de week gehad. Vanavond en vannacht houden we nog een kans op een bui. Er zijn ook opklaringen en het kwik zakt net iets boven het vriespunt. Ja, morgen heb je die winterjas wel weer echt nodig. Met een koude start van de dag, met temperaturen net iets boven het vriespunt. De gevoelstemperatuur valt nog een stukje lager uit. Morgen wolken en zon. Er zijn ook weer wat buien. Er kunnen ook fikse buien voorkomen. Met mogelijk zelfs hagel en natte sneeuw. Temperatuur overdag 5 graden. Maar tijdens die buien kan het kwik ook weer zakken naar een graad of 2. Ook de komende dagen zijn we nog niet af van het winterse weer. Met donderdag kans op natte sneeuw. Vrijdag lijkt droog, maar wel koud te worden. En het weekend neemt de kans op een sneeuwbui weer toe. Ja, tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. En wij zijn er natuurlijk morgen weer met een nieuw bulletin. Graag tot dan!